Hola chicos, hallo alle, bonjour à tous. Je moet nu kiezen met welke taal of talen je verder wil gaan. Misschien vind je dat heel moeilijk. Met deze presentatie hopen we jullie een beetje te helpen. Ten eerste moet je weten dat het te bereiken niveau voor Frans en Spaans hetzelfde is. Zo ook is dat voor Engels hetzelfde als dat voor Duits, maar dan iets hoger dan dat voor Frans en Spaans. Eerst een woordje over Spaans. Zoals gezegd, qua te bereiken niveau in de examenklas is dat voor Spaans en Frans hetzelfde. Dus onderschat het niet, maar het is en blijft natuurlijk een andere taal. Spaans is met 489 miljoen sprekers de tweede meest gesproken moedertaal ter wereld, na het Chinees, het Mandarijn. Als we daar sprekers van Spaans als vreemde taal bij tellen, dan komen we in totaal aan 585 miljoen mensen. En dat aantal neemt steeds toe. Veel mensen leren Spaans, vooral in de Verenigde Staten natuurlijk, omdat heel veel mensen daar een Spaanstalige origine hebben. Maar ook elders is het enthousiasme voor Spaans groot. Wereldwijd leren meer dan 25 miljoen mensen Spaans als vreemde taal. Ook in de internationale economie is Spaans de tweede belangrijkste voertaal, na de onbetwiste nummer 1, het Engels. Ook in de politiek speelt Spaans een belangrijke rol. In de Verenigde Naties bijvoorbeeld zijn Spaans, Engels en Frans de belangrijkste talen. Op het internet is het Spaans de derde voertaal, na Engels en Chinees. Maar op sociale media, Facebook, LinkedIn, Twitter enzovoort, is het toch weer de tweede belangrijkste taal. Ook qua opzoekingen op Wikipedia of op Google. En hoe leuk is het niet om een vakantiebaantje te doen, stage te lopen of gewoon te reizen in Spanje of in een Spaanstalig land? Mensen waarderen het heel erg als je je best doet om hun taal te spreken. Fijn als je iets kan bestellen, de weg kan vragen en kan vertellen wat je wil. En trouwens, hun Engels is vaak heel erg slecht of onbestaand. Dus je maakt al indruk als je in correct Spaans een cerveza kan bestellen. Wat doen we nu concreet in de lessen Spaans? Alle aspecten van de taal komen voorbij: lezen, luisteren, schrijven, praten. Maar je leert ook een pak over de ontzettend rijke Spaanstalige cultuur. Daar raken we nooit over uitgepraat. En in de bovenbouw werken we natuurlijk toe naar het eindexamen. Je leert teksten analyseren, op een goede manier woordenboeken gebruiken, krantenartikelen samenvatten, spreekbeurten geven, gesprekken voeren en noem maar op. Het centraal examen bestaat uit teksten, net zoals bij de andere talen. We hopen dat je wat wijzer bent geworden en dat je de juiste keuze maakt. Saludos y mucha suerte!